Mijn beste vrienden, heren, nou, ik heb goed nieuws voor u. Jammer, aantekeningen van uh, 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 een hele tijd geleden heb ik uh, een beetje bekeken en ik moet u zeggen, het wordt ook nog ondersteund door allerlei informatie die uh, mij wordt toegestuurd en het uh, begin van het verhaal is, beste vrienden, Paramaribo groet <laughs> u. Deze video gaat over de nieuwe economische hoofdstad van Suriname. En die wordt. nu Nikeri. Jazeker. We zeggen gewoon voor het gemak: Nikeri. Nikeri wordt het. Uh, uh, district. waarop de economie van Suriname gaat drijven. Nu, al zijn het natuurlijk de leveranciers. van. 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 van, van gigantisch veel rijst. Die zodat het weer over heel de wereld zou worden verspreid. Ja, maar dat is niet het enige. Er zijn nog uh, 250.000 hectare die nog moeten worden ontgonnen. Om <laughs> een plant en landbouw en van alles te doen. Dat is niet dat, uh, de, de De arbeidsplaatsen die het zal opleveren lopen in de tienduizenden. Ja man, de brug over de quarantaine zal een onvoorstelbare impact hebben op de ontwikkeling van Nikeri. En voor een deel toeristisch, maar voor een deel gewoon industrieel, zakelijk uh, verkeer kan heen en weer. De, alles wordt opengelegd zodat de handel. In het westen van Suriname. Op een schitterende manier kan plaatsvinden. De brug naar de quarantaine het is niet alleen de brug naar, uh, naar Guyana. Maar het is de brug naar de rest van het, van het uh, Caribisch gebied. Het recht van, uh, de rest van die verbinding. Hè? Beste vrienden. De olie. Met name nu de olie van... Guyana en die olie van Suriname gaan ervoor zorgen dat er een diepzeehaven komt. Wanneer ik praat over een diepzeehaven, betekent het dat na gevaarlijke offshore activiteiten en alles wat daarmee samenhoudt, Nikeri zal zo dadelijk ook een technische hogeschool hebben. Ja, 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 ja. zal mensen aantrekken om uh, zich in, in dat district. Te vestigen en zich te richten op de economische ontwikkeling die daar plaatsvindt. Met name technisch aangevoerde en uitgevoerde ontwikkelingen die te maken hebben met oliewinning. Zowel in de op de oceaan als on the ground. Level zero. Nikeri gaat een. Onvoorstelbare uh, toekomst tegemoet. En daardoor wordt dit uh, district de economische hoogst, hoofdstad van Suriname. De Nikeri-rivier, trouwens, die wordt uitgediept tot meer dan 10 meter. Meer dan 10 meter. Waardoor gigaschepen. Aan en af kunnen voeren. Administratief zie ik nog anders gebeuren dat coronie administratief gaat horen bij Nikeri. Ik zie die mensen aanspringen. springen. Laten we nou, één ding vaststellen: coronie heeft nog nooit in de historie één cent aan de economie van Suriname bijgedragen. Het is alleen aan het is alleen maar uh, de voeding van nostalgie. Nos Coronie is nostalgie. Milok Coroni, maar coroni is nostalgie. En als we kijken naar de economische ontwikkeling, heeft Coroni niks bijgedragen. Uh, we hoeven we ook niet te verwachten dat Coroni iets gaat bijdragen, want ze hebben niet eens genoeg mensen. Geweldige geesten zijn daar geboren in Coroni. Maar ik noem. <laughs> Michel Slory, mijn kado, maar geen van ze zijn in coronie gebleven. Ze moeten haast maken om weg te gaan uit het district. Want je kan er geboren worden, maar je kan jezelf verder niet ontwikkelen. Dus dat is een zijpaadje. Hè? Laat het rustig gaan behoren bij Nike, dan krijgen we gigantisch veel ruimte. Duizenden en duizenden tienduizenden, en tienduizenden hectare grond om de zaak tot ontwikkeling te brengen en dan wordt Suriname echt de graanschuur van het hele Caribisch gebied en behalve dat we gaan uitvoeren, exporteren naar heel Europa, naar de hele wereld. Dat is de potentie van coroni van Nikeri, coronisaal, <laughs> lekker daarbij varen. Dat is de potentie van dat district. In powerful engineering. Dus, beste vrienden, de capaciteit van het westen van Suriname wordt gigantisch opgevoerd. Wie zit te slapen hier in Paramaribo kan blijven slapen. Nikeri gaat zich. Onderscheiden van Paramaribo door de minste criminaliteit op hoog en laag niveau. Wij moeten uitkijken. En Sernamang, u moet focussen op Nikeri. Niet alleen maar op die olie, want die olie is geweldig. Niet alleen maar op die olie, maar op, het, op landbouw. Als wij daarop gaan zitten, is het eindzoek. Al die tijd na Sri Boembe Sri man, Al die tijd na Sri bij Sri Alle gewassen die geteeld kunnen worden in Nikeri, op de Surinaamse soil zullen geteeld worden. Boei. ik geef het u te doen. Ga zitten. En daar denk na over de rijkdom die we hebben. En wat gebeurde er met Paramaribo? Laten we kijken, wat gebeurt er met Paramaribo? 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 Uh, <tied noise> ik kom later terug. <laughs>